Er zijn criminelen die opzichtig zijn, pronken met hun geld en vaak de krantenkoppen halen. Maar er zijn ook criminelen die zich in stilte bewegen, zich gedijst houden en maar af en toe op de radar verschijnen. Een man genaamd Edin G. is daar één van. Hij is waarschijnlijk een van de minder bekende leden van het superkartel en heeft duidelijk niet dezelfde roem bereikt als Ridouan Taghi en Daniel Kinahan. Maar na het stilletjes opbouwen van zijn miljardenimperium heeft hij zich plotseling ontpopt tot een van de grootste spelers in de onderwereld en is hij een cruciaal lid geworden van het superkartel. Geboren in Sarajevo, Bosnië en opgegroeid in Breda, Nederland, is hij lange tijd onder de radar gebleven. Hij is nu in de 40, maar er is weinig informatie bekend over zijn vroegere leven. Desalniettemin kunnen we nu stellen dat hij zeker niet meer onder de radar is. De DEA heeft Edin op dit moment in de top 50 van grootste drugshandelaren ter wereld staan. Wie is deze Edin G., ook wel de Balkan Escobar genoemd, en hoe is hij zo stilletjes opgeklommen? Als het vermeende hoofd van het Tito en Dino kartel wordt aangenomen dat Edin leden voor zijn kartel recruteerde binnen zijn eigen familie in Nederland. Veel leden woonden echter ook in Bosnië en de rest van de Balkan. Hierdoor was het kartel erg hecht. Qua hits of fetes is er weinig bekend over het Tito en Dino kartel. Het leek erop dat Edin slim genoeg was om te weten dat fetes slecht zijn voor de zaken en ze zoveel mogelijk vermeed. De kracht van het Tito en Dino kartel ligt in hun directe connecties met de kartels in Zuid-Amerika. Er wordt gezegd dat Edins kartel een monopoliepositie had in Peru, omdat bijna alle Peruaanse coke naar hen ging. Naast zijn sterke connecties in Peru werkte hij ook rechtstreeks samen met enkele van de grootste kartels in Colombia. Je weet dat je een serieuze speler bent als je directe connecties hebt met de Zuid-Amerikaanse kartels. In een tijdsbestek van slechts 2 jaar werd 14.000 kilo die in beslag was genomen toegeschreven aan het kartel van Edin. Met de lage pakkans in de meeste havens kun je je voorstellen wat er allemaal wel doorheen is gegaan zonder dat de douane dit doorhad. De meeste van jullie hebben inmiddels wel gehoord van het superkartel, dat rond 2017 werd gevormd en gevestigd was in Dubai. Nadat Daniel Kinahan's huwelijk was geïnfiltreerd door DEA-agenten, werd het allemaal duidelijk. Edin vormde samen met Ridouan Taghi, Rafael Imperiale en Daniel Kinahan een alliantie. In plaats van onderling te strijden om de toppositie in de onderwereld, bundelden ze hun krachten. Iedereen droeg iets bij. In Edins geval was dat zijn uitgebreide netwerk in Zuid-Amerika en zijn bijna monopolie op Peruaanse coke. Je kunt gerust zeggen dat deze alliantie meer dan succesvol was, want op een gegeven moment waren ze verantwoordelijk voor 1/3 van de coke die Europa binnenkwam. Als je op de radar van de DEA staat, weet je al dat ze elk onderdeel van je leven gaan onderzoeken, tot en met elk familielid en kennis. Het was de DEA die de Nederlandse politie in augustus 2018 tipte om een man genaamd Mirza G. te onderzoeken, de neef van Edin G. Mirza werd ervan verdacht deel uit te maken van het Tito en Dino kartel. Met alle miljoenen die binnenstroomden uit de drugshandel, moest het op de een of andere manier worden witgewassen. En Mirza werd ervan verdacht hier een belangrijke rol in te spelen. Mirza en zijn vrouw hadden meerdere panden op hun naam staan in Breda, de stad waar Edin opgroeide. Panden die samen miljoenen waard waren. Deze panden werden gekocht met leningen die vrijwel direct werden afbetaald, wat op zich al verdacht kan worden genoemd. Het vermoeden bestaat dat Mirza een money mover was voor zijn neef Edin. Koop onroerend goed met een lening, betaal de lening af met drugsgeld en begin opnieuw. Typische leenconstructies die heel gebruikelijk zijn in de onderwereld. Doe dat in meerdere landen met verschillende bedrijven en onder wisselende namen en je hebt een witwasmethode die layering heet en die in wezen geen sporen achterlaat. Of in ieder geval sporen die extreem moeilijk te traceren zijn. In 2019 had de politie genoeg bewijs om Mirza en zijn vrouw te arresteren, op verdenking van witwassen. Na invallen in meerdere panden van hun in Nederland en Bosnië, nam de politie een Ferrari, Porsche en Hummer in beslag, samen met vele andere luxe artikelen en contant geld. Desondanks heeft Mirza altijd ontkend dat hij voor zijn neef Edin werkte. En hier neemt het verhaal een heel onverwachte wending. In mei 2020 deed Mirza namelijk aangifte tegen zijn neef Edin.
Hij vertelde de politie dat Edin erop uit was om hem om te leggen en dat ze jaren geleden al ruzie hadden gehad. Een paar dagen nadat hij aangifte had gedaan, werd Mirza gearresteerd. Was dit toeval? Mirza was een cruciale schakel naar Edin. Als hij vermoord zou worden, zou dit het onderzoek naar Edin in gevaar brengen en letterlijk een doodlopend spoor achterlaten. Als Mirza in een cel zou zitten, zou dat betekenen dat hij waarschijnlijk veilig was. Echter, de Nederlandse politie bevestigde later dat het toeval was. Het is nooit bevestigd of ontkend dat Edin daadwerkelijk van plan was om Mirza om te leggen. Het blijft dus merkwaardig waarom hij aangifte heeft gedaan. Ondertussen woonde Edin nog steeds in Dubai en ging zijn handel onverminderd door. Dubai was altijd al de perfecte schuilplaats voor criminelen. Ze konden er in luxe leven, hun miljoenen uitgeven zonder dat iemand vragen stelde. En nog belangrijker, er waren geen uitleveringsverdragen. Veel regeringen wisten dat de criminelen achter wie ze aanzaten in Dubai een goed leven leidden. Dit zorgde voor frustratie, waardoor ze de regering van Dubai onder druk zetten om actie te ondernemen. En met succes. Het superkartel begon af te brokkelen met de arrestatie van Taghi in 2019 en de arrestatie van Imperiale in 2021, beide in Dubai. Edin en Daniel Kinahan bleven echter onaangeroerd. En hier wordt het echt fascinerend. Als onderdeel van Operation Desert Light werden tussen 8 en 18 november 2022 gecoördineerde invallen gedaan in de Verenigde Arabische Emiraten en Europa. 49 mensen waren gearresteerd als onderdeel van deze operatie. En opnieuw was een belangrijke bron van informatie voor deze invallen de onderschepte PGP-berichten. Die werden verzonden vanaf versleutelde telefoons. Al deze mensen werden door Interpol beschouwd als belangrijke verdachten die gestopt moesten worden. Een van die 49 gearresteerden was Edin. Hij werd gearresteerd op verdenking van witwassen, het smokkelen van duizenden kilo's coke naar Europa en het exporteren van 8000 kilo aan grondstoffen om narcotica van te maken. Wederom was er een lid van het superkartel gevallen. De Kinahans waren nu de enigen die overbleven. Tenminste, zo leek het. Na slechts 2 maanden was Edin G. namelijk weer een vrij man. Geen borgtocht of uitlevering, gewoon een vrij man. Hoe kan een man van zijn kaliber die voor zulke zware aanklachten staat, ineens vrij rondlopen? Nou, tot op de dag van vandaag is dat nog steeds één groot mysterie. Volgens de nieuwsberichten die verschenen, kort nadat het nieuws bekend werd, heeft Nederland er veel te lang over gedaan om de uitleveringspapieren in orde te krijgen, waardoor Dubai genoodzaakt was om Edin vrij te laten. Een woordvoerder van de Nederlandse autoriteiten ontkende dit en zei dat het papierwerk in orde was, maar dat het uitleveringsverzoek door de autoriteiten van Dubai werd afgewezen. Hij zei verder dat ze momenteel onderzoeken wat er mis is gegaan. Was het de schuld van Nederland? Of hadden de autoriteiten van Dubai hier de hand in? Ik denk dat we het antwoord op die vraag niet snel zullen vinden. Laat me in de comments weten wat jij denkt dat hier gebeurd zou kunnen zijn. Wat we wel weten is dat een van 's werelds grootste smokkelaars nu weer een vrij man is. Over geluk gesproken. Het is onbekend waar Edin op dit moment is, ondanks het feit dat hij internationaal gezocht wordt. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat hij precies weet wat hij doet en nog heel lang onder de radar zal blijven. Of hij nu in Dubai is of ergens anders, één ding is zeker. Het Tito en Dino kartel is nog steeds actief. Dit was het verhaal van Edin G., een man die zijn imperium in de schaduw opbouwde en erin slaagde om deel uit te maken van de elite van de smokkelaars. Het leek erop dat zijn tijd erop zat, maar hij wist op wonderbaarlijke wijze het ergste te voorkomen. Ik hoop echt dat je van deze video hebt genoten. Als dat zo is, laat het me dan weten in de comments. Tot de volgende video!